Het project A27 Houthoornpolder Zuid is een traject van 40 kilometer. Wat eigenlijk een wegverbreding is en een vernieuwing van twee bruggen bij Merwede en Keizersveer. Wordt uitgevoerd door Als 1, joint venture van Ballast Nedam en Fluorsaam. NSC heeft voor Als 1 de rol van asset management team op zich gekregen. Dat betekent dat wij in het onderwerp ons bezighouden met de onderhoudbaarheid, de rams en het financiële aspect van het project. En daarnaast zijn wij operationeel nu bezig met de coördinatie van het onderhoud wat nu al aan de weg plaatsvindt. Dit project is belangrijk omdat de Merwedebrug vervangen moet worden. Maar de hele verbreding van de A27 is belangrijk terwijl het verkeer gewoon door moet gaan terwijl wij onze werkzaamheden uitvoeren. Maar belangrijk onderwerp is daarbij dat de veiligheid daarvoor gegarandeerd is. Wat je ziet is dat we dus het komende jaar nog druk bezig zijn met het ontwerp. Daarna zal het een aantal jaren duren voordat het hele project gerealiseerd is. En zodra het bouwteam hun werk gereed heeft, zullen wij een goede check moeten doen op de kwaliteit. Want daar gaan we dan de 15 jaar daarna het onderhoud en het beheer op uitvoeren. Industrie heeft natuurlijk alles in huis en dat is prettig dat je bij één bedrijf alle diensten kan betrekken. En zij zijn in de tender betrokken geweest en gaan nu ook in de realisatiefase ons helpen om het areaal op orde te houden. Nou, de samenwerking tussen de verschillende partijen op het project loopt heel soepel. Zowel met de verschillende disciplines in het projectteam als met de verschillende stakeholders. Wat we zien is dat we dit vanaf de tender al met elkaar aan het opbouwen zijn. En daar plukken we nu de vruchten van. Waar wij als NRC heel trots op zijn, is dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een van de grootste infraprojecten van Nederland op dit moment. Een heel groot areaal met heel veel verschillende assets. En ook een paar mooie complexe objecten ertussen, zoals de bruggen.